Ideeënbeurs voor nieuw stationsgebied. Convenant ondertekend voor veilig uitgaansleven. En de toekomst voor carnaval in Nijmegen. Het aantal bewoners en reizigers in het stationsgebied van Nijmegen neemt de komende jaren toe. Daarom willen de gemeente, ProRail, NS en de provincie Gelderland de centrumzijde van het stationsgebied klaarmaken voor de toekomst. Een gebied dat veilig en toegankelijk is en waar alle gebruikers prettig kunnen verblijven en reizen. Maar hoe staat het ervoor met deze plannen? Maandagavond werden de Nijmegenaren en andere geïnteresseerden op de hoogte gebracht tijdens een informatieavond in Doornroosje. We houden deze informatieavond omdat het voor ons de formele start is om met de inwoners van Nijmegen in gesprek te gaan over de toekomst van de centrumzijde. De bezoekers werden niet alleen geïnformeerd, ook mochten ze op sommige vlakken meedenken over de toekomst van het stationsgebied. We zitten in de verkenningsfase, dus we weten dat we aan de slag gaan. We weten ook dat we middelen hebben om aan de slag te gaan. Maar wat we precies met het geld willen gaan doen en welke oplossingen we gaan kiezen, en daarover willen we graag ook van de bewoners horen wat zij belangrijk vinden. Ze mogen zich uitspreken over hoe de oversteekbaarheid kan worden verbeterd. Wat ze belangrijk vinden om de leefbaarheid te verbeteren. Of ze behoefte hebben aan meer of minder groen. En die adviezen konden bezoekers invullen op een suggestieformulier of een wenskaart. Ondernemers, gemeente, politie en brandweer gaan samen aan de slag met maatregelen voor een gezellig en veilig uitgaansleven in de binnenstad van Nijmegen. Daarom ondertekenden zij het convenant kwaliteitsmeter veilig uitgaan. Dat richt zich op het voorkomen van overlast en criminaliteit in de openbare ruimte en in de horecazaken zelf. Die samenwerking is heel positief, want dat zijn natuurlijk hele verschillende groepen die elkaar ook al vaak tegenkomen. En u moet bedenken, we zijn eigenlijk al begonnen ruim 3 jaar geleden voordat corona kwam. Dat we elkaar hebben vastgehouden geeft wel aan dat iedereen wel echt naar voren wil en een aantal voordelen ziet van het afsluiten van zo'n convenant. Wat ik het mooie vind aan dit samenwerkingsverband is dat het alleen nog maar beter kan en dat we het ook collectief maken. En ik denk dat met name in tijden van schaarste we elkaar nodig hebben. We zien ook na corona dat de stad weer lucht heeft gekregen. Mensen willen weer naar buiten. Hoe mooi is het dat we die stad nog veiliger kunnen maken dan dat die al is. Een voorbeeld van de samenwerking is er ook al. Een van de belangrijkste punten die wij meteen hebben aangepakt is een stuk verkeersonveiligheid. De politie had er een mening over, de gemeente had er een mening over, horecaondernemers hadden er zeker een mening over. Maar door gezamenlijk met elkaar te overleggen zijn we tot een hele goede oplossing gekomen, waardoor inderdaad het gevoel van veiligheid, maar de daadwerkelijke veiligheid voor bezoekers in ieder geval al een stuk verbeterd is. De politie en de gemeente merken het volgende van het uitgaansgedrag. Nou, we merken natuurlijk wel dat net zoals in de rest van de samenleving in het uitgaansleven een heleboel leuke dingen gebeuren, maar het wordt ook wel harder. En wat dan helpt is als je samenwerkt, zodat je bijvoorbeeld de ergste randdraaiers gezamenlijk ook aanpakken en dat niet bij wijze van spreken per horecagelegenheid laat afhangen. En een ander aspect is, op straat gebeurt ook een heleboel, maar op straat zijn er ook dingen qua verlichting, soms zijn dingen stuk. Daar heeft iedereen last van en als je je krachten bundelt, door het horeca zegt, nou als we het nou zo inrichten en de gemeente kan dat regelen, ja dan ga je natuurlijk veel sneller wat meters maken. En dat maakt de stad weer leuker om uit te gaan, komen er weer meer klanten, wat op zich natuurlijk weer een positief imago heeft, niet alleen voor de horeca, maar voor ons allemaal. Wat ik daarvan merk als politieorganisatie is dat wij niet meer het alleenrecht hebben op veiligheid. En dat hebben we al heel lang niet meer. En daarmee bedoel ik dat we genoodzaakt zijn, en dat willen we ook heel graag, om met allerlei verschillende partners samen te werken om het buiten beter en veiliger te maken. En als je dingen alleen blijft doen, zie je vaak een heel groot gedeelte niet. En daarom vind ik dit zo belangrijk. Horecaondernemers hebben onlangs een enquête ingevuld. Daarin konden zij aangeven waar de aandacht vooral naartoe moet gaan. Er is een enquête uitgegaan van hoe wij het beleven en of we überhaupt constateren dat er overlast is en dat er een bepaalde samenwerkingsverbanden aangesproken moeten worden. Die hebben we ingevuld en uiteindelijk moet ik eerlijk zeggen dat dat een redelijk positieve uitslag is. Dus de lijntjes die er op dit moment lopen, die zijn goed. De ervaringen, dus de overlast binnen de horeca, die ervaren we deels. Maar daar weten we zelf al goed mee om te spelen. Alleen nu is de zaak om dat nog efficiënter te maken. Nou, je ziet als horecaondernemer moet je nooit stil blijven staan. Dus er zijn altijd weer nieuwe spinsels die eventueel op ons pad kunnen komen. Je hoorde net al de cyber en waar we misschien soms last van kunnen krijgen. Vroeger had je ook geen pilletjes met het uitgaan. Die zijn er tegenwoordig wel. Hoe ga je daar weer mee om?
Dus het is eigenlijk constant scherp zijn binnen de horeca. Waar het publiek, waar komen ze mee binnen? Hoe gaan we daarmee om? Om zo veilig mogelijk en zo leefbaar mogelijk uitgangs te creëren voor iedereen. Er zijn al ideeën hoe de samenwerking verder kan verlopen. Nou, we hebben heel veel informatie hebben we al opgehaald. We hebben 2 keer een schouw in de openbare ruimte uitgevoerd. We hebben een enquête bij horecaondernemers hebben we weggezet. Daar krijgen we binnenkort de resultaten van. Uiteindelijk zullen ook de cijfers van politie, gemeente en veiligheidsregio er tegenaan gelegd worden. Dat alles leidt tot heel goed inzicht wat er speelt binnen alle partijen. Dat leidt weer tot een uitvoeringsprogramma met een 10 tot 15 aandachtspunten waar we de komende jaren mee aan de slag zullen gaan. En waar moet je dan aan denken? Ondermijning is een onderwerp, cybercriminaliteit is een onderwerp, collectieve horecaontzeggingen gaan we mee aan de slag, seksuele intimidatie, brandveiligheid, hele praktische zaken die de horeca vooral in acht moeten nemen en waarbij we ze ook moeten ondersteunen om te komen tot een goed resultaat, maar waarbij ook de ondersteuning van de publieke functies in dit geval onontbeerlijk is, want alleen kunnen ze het niet. Rivieren treden buiten hun oevers, man krijgt schok van bovenleiding Betuwespoor en uitval van bussen en treinen door staking streekvervoer. Kijk mee naar de week van dag tot dag. Het waterpeil in de rivieren om ons heen steeg vorige week flink, mede door de vele regenval. Vorige week meldde Rijkswaterstaat nog aan RN7 dat we ons geen zorgen hoeven maken, maar later hebben ze ook laten weten dat het water iets harder is gestegen dan ze verwachten. Uiteindelijk leverde het de gebruikelijke hoogwaterplaatjes op, maar waren er geen excessen. De enige gebieden die onder water zijn gelopen, zijn daar ook voor bedoeld. Inmiddels is het waterpeil overal weer gezakt. Een man is zondag zwaar gewond geraakt nadat hij vermoedelijk in aanraking is gekomen met de bovenleiding van de Betuwelijn en daarbij onder stroom is komen te staan. De man was door een vriend per auto naar een café in de buurt gebracht. De man was ter hoogte van het rangeerterrein in Valburg op een wagon geklommen, waarschijnlijk om graffiti te spuiten. De politie laat weten geen verder onderzoek te doen, omdat de gevolgen niet in verhouding zouden zijn met de overtreding. De 17-jarige jongen die verdacht is in de zaak rondom het dodelijk steekincident op plein 44 in september afgelopen jaar, stond afgelopen dinsdag voor de rechter. De tiener meldde zichzelf op het politiebureau en sindsdien zit hij vast in een jeugdinrichting. Zijn voorarrest werd in november met 90 dagen verlengd. De tiener wordt hiernaast ook nog verdacht van een poging tot doodslag op 21 juli jongstleden. Staking in het regionale trein- en busvervoer. Donderdag en vrijdag was het weer een nieuwe ronde waarin het werk werd neergelegd. Het gevolg was veel uitval van bussen en treinen, maar af en toe reed er toch nog iets. Goed zoeken dus als je bijvoorbeeld naar school moest. Het werd pas op de dag duidelijk welke wel en welke niet rijden. Dus ja, het is gewoon een beetje op de gokje heen gaan en dan kijken waar je in kan stappen. Als Nijmeegse woningeigenaar kun je een toekomstbestendig wonenlening aanvragen waarmee je je huis duurzaam kan maken. Denk aan het laten verwijderen van asbest, zonnepanelen plaatsen of het levensloopbestendig maken van je woning. Het college van burgemeester en wethouders wil deze lening nu ook beschikbaar maken voor verenigingen van eigenaren. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld appartementeigenaren aan de slag met duurzame maatregelen aan gemeenschappelijke delen van het gebouw. Een belangrijke wijziging is dat de lening ook voor laadpalen op eigen terrein voor elektrische auto's gebruikt kan worden. Mannen en vrouwen tussen de 19 en 27 jaar kunnen zich vanaf 8 februari laten vaccineren tegen HPV. In onze regio gebeurt dit in Nijmegen. Deze vaccinatie beschermt tegen 6 soorten kanker, waaronder in de mond- en keelholte en de baarmoederhals. Alleen dit jaar is deze vaccinatie nog gratis voor deze leeftijdsgroep. Daarna zijn de kosten voor eigen rekening. Carnaval in Nijmegen. Jarenlang doen we in Knotsenburg al ons best om dit feest net zo succesvol te laten zijn als onder de rivieren. Toch lijkt het Nijmeegse carnaval nu een beetje in moeilijk vaarwater te komen. Zo zullen er tijdens de komende optocht nog maar nauwelijks praalwagens te zien zijn door een gebrek aan bouwlocaties, wordt het Prinsentreffen niet meer georganiseerd en het Mariekepaleis is dit jaar nog maar 3 in plaats van 5 dagen open. De corona heeft natuurlijk de boel wel een beetje omgegooid. Dus, en dan ook nog eens de huidige crisis waar we in zitten. Energie, de producten die duurder zijn, personeel en noem het allemaal maar op. Dus dat heeft ons doen bewegen om hem eventjes na 3 dagen, ik wil niet zeggen dat dat voor altijd is, maar eventjes ons te focussen op de zaterdag, zondag en de maandag. Naast het korten van het Mariekepaleis zal ook de optocht in Nijmegen er dit jaar anders uitzien. Voor het bouwen van grote praalwagens was simpelweg geen ruimte meer.
Dat wil zeggen, we hebben in het verleden een loods gehad van de gemeente waar we met z'n allen in konden bouwen om de wagens te maken. En die is een jaar of 4 geleden uit mijn hoofd teruggenomen door de gemeente, omdat ze hem zelf nodig hadden. Wij zijn daardoor voornamelijk besluit genomen om loopgroepen te doen. Dan heb je geen grote loods nodig waar je wilt gaan bouwen, waar je moet gaan doen. En dan is natuurlijk Nijmegen een green capital. En hoe mooi is het dan ook om hem geheel emissievrij te maken. De organisatoren zien een deel van de oplossing bij de gemeente liggen. Zij zijn al vrij bereidwillend als het om carnaval gaat. Maar financieel zou er nog wat meer medewerking kunnen komen. Vergunningtechnisch en dergelijke is het bij mij allemaal prima om dat te regelen met de gemeente. Dus die medewerking om op de grote markt een tent neer te zetten, die is er gelukkig en daar wordt ook over meegedacht. Maar het subsidiepotje wat de carnaval het allemaal mee moet doen, dat potje dat is niet zo groot, die subsidie die erin zit. Dus ik hoop dat in de toekomst ook de gemeente wat meer aan mee gaat denken. Stadspartij Nijmegen vindt dat zij hun aandeel hierin al hebben volbracht. Voorheen was dat potje de volkscultuur helemaal niet. En als stadspartij hadden we dat in ons verkiezingsprogramma opgenomen. En dat hebben we meegenomen in die coalitieonderhandeling, dat wij dus die ton per jaar voor volkscultuur erin willen hebben. En dat is ook gebeurd. Alleen het is niet een ton voor alleen carnaval. Volkscultuur is ook de Nijmeegse taal bijvoorbeeld. Dat kan ook voor een Nijmeegse thee. Volkscultuur is ook het Nijmeegse lied. Dus we hebben het dan niet alleen over carnaval, als je het over volkscultuur hebt. Een andere optocht, minder dagen, het Mariekepaleis en geen prinsentreffen, toch wordt dit niet gezien als een achteruitgang. Sterker nog, men vindt dat carnaval juist steeds diverser wordt. Kijk, we hebben ook het hofbal wat met de knipoog naar carnaval wat helemaal uitverkocht is. De herenzitting die ik zelf ook organiseer, die is weer bomvol. De dameszitting is uitverkocht. Dus er zijn ook heel veel onderdelen die ook prima gaan. Alleen nog dat setje carnaval zelf omhoog houden, daar moeten we met z'n allen aan werken. Aanstaande zondag gaan we Veurtweilen. We gaan met het kabinet en het dweilorkesten alle kroegen af die straks ook meedoen met Ga mee van café naar café. Dus er is weer een stukje straatcarnaval in Knotsenburg bij. Toch zijn alle partijen het erover eens. Carnaval in Knotsenburg zit misschien even in een dip, maar zal daar op termijn zeker weer bovenop komen. Nou en of. Ik denk, nogmaals wat ik zeg, hè, ik denk dat door de corona dingen wat teruggelopen zijn. Nou, dan zit je met die economische omstandigheden, waardoor mensen wat minder aan de portemonnee hebben. Maar ik ben er echt van overtuigd dat de Nijmegenaar, hè, die carnaval beleeft, hè, de carnavalist, straks wel weer zorgt dat de carnaval precies zo wordt als voor corona. En misschien nog wel beter. En als wij daar als stadspartij en kunnen bijdragen, dan doen we dat. We hebben natuurlijk niet voor niks gekozen om het coalitieakkoord een ton per jaar op te nemen als het gaat om de volkscultuur. Maar dat zijn natuurlijk ook wel investeringen, omdat je als partij, en in dit geval de hele coalitie, gelooft in een fenomeen als carnaval. En dat het ook belangrijk is voor de stad en voor heel veel mensen in die stad. Nijmegen, Knotsenburg is zeker nog de stad waar goed carnaval gevierd wordt en gaat worden. Zoals genuanceerd gaat er niet met gestrekt been in, maar probeert juist het gesprek te openen. En dus wint boerin Marieke van Beers uit Niftreek de Vrouw in de Media Award Gelderland 2022. Dinsdagochtend nam ze de prijs in ontvangst. Met de Vrouw in de Media Award worden vrouwelijke experts en rolmodellen aangemoedigd om zichtbaar in de media te zijn. En redacties worden juist aangemoedigd om hen wat vaker dat podium te bieden. Van Beers is daarom ook blij met de prijs. Het is me volgens mij gewoon gegund door de mensen uit mijn netwerk. En ook de boeren uit Gelderland, denk ik, dat die ook op mij gestemd hebben. Volgens de jury heeft Van Beers de afgelopen tijd een verfrissend, genuanceerd geluid laten horen in het actuele debat over de boeren en stikstof. Bij haar eigen varkens- en akkerbouwbedrijf zet ze volop in op duurzaamheid en ze hoopt dat andere boeren haar hierin zullen volgen. Bijvoorbeeld hierachter hebben we alle daken vol liggen met zonnepanelen. Ja, en heel veel agrarische bedrijven vullen daar ook een belangrijke rol in de energieopgave die er ligt. Maar daar mogen we gewoon nog veel meer uitdragen dan dat we nu doen. Gaat de award ook leiden tot meer mediaoptredens? Daar ben ik ook benieuwd naar. Ik heb hier wel een hele mooie award ontvangen.
ja, van een vrouw met zijwind. Ja, daar ben ik heel erg trots op. Ja, ik zie het ook wel een beetje als stap dat bij een kudde wilde paarden, dan zijn de merries ook degene die voorop lopen. En ik denk dat dat in de agrarische sector ook zo moet zijn. En die hengsten die volgen wel, die zijn net zo goed belangrijk, maar die volgen die merries wel. En dat wij als vrouwen zijnde, zeg maar, meer ons eigen pad mogen volgen en in het licht mogen gaan staan. Tot zover het RN7 Regio Nieuws Weekoverzicht. Voor het terugkijken van onze uitzendingen kun je terecht op ons YouTube-kanaal en volg je ons op Facebook, Twitter en Instagram. Wij zijn er maandag weer met een reguliere uitzending. Graag tot dan en nog een heel fijn weekend.